We spelen het toch kort en beheerst. Hier glijdt Polska weg. Ivezic. Bunnewa. Gestoord door Pier Tol. Bunnewa blijft in bezit van de bal. Stopira. En de voordeelregel. Ruimte voor Bunnewa. En binnendoor gaat Bultalic. Bunnewa. En die treiter. Goed gered met één hand. Meijer. Ronald Wijsters. En de openingsfase is toch een beetje anders dan de mensen hier in Alkmaar hadden verwacht. Socio, het plakt niet op de eigen goal. Het durft te komen. Poska. Bunnewa. Nog altijd. Meijer. Bunnewa. Komt naar binnen voor een schot. Een vies schot. Op de paal. Stopira. Nog een kans. En het is 1-0. Het is 1-0 voor de Fransen. Het ongelofelijke is gebeurd. Een prachtige goal. Giangini. En hij scoorde ook al in Sozio. Let u op Bunnewa. De kleine handige speler. Hij houdt de bal onder controle. Even ophouden daar aan de linkerkant. Bunnewa kijkt. Dreigt voor een schot. Schiet dan ook. Stuit in de bal. Eddie Treitel mist hem half. Stopira. Die legt een beheers terug. Zanzini. En die schuift hem met zijn rechterbeen kansloos in de hoek. AZ werpt in. Jos Jonker. Een verrast AZ. Want wie had gedacht dat dit Sozio zo snel de leiding zou nemen. Ivezic. Babang. Revelli. Overtreding tegen Ronald Spelbos van Stopira. Hugo Hoogkamp. Ze dreigen met de buitenspelbal. Veruit gekopt. Alles terug. En Hoogkamp niet buitenspel. Hij scoort beheerst. In eerste instantie liet Reinea doorspelen. Hoogkamp stond ook niet buitenspel. Er schijnt wel een andere speler van AZ hinderlijk opzij te hebben gestaan. Reinea herziet zijn beslissing. Sandona. En de hele linkerkant van Socio bestaat uit linksbenige spelers. Sandona, Zanzini en Meijer. In de problemen Sandona. Peters. En Jos Jonker vrij hier op links. Niegaard, Jonker. Jonker achtervolgde Revelli. Goed over. In het zijnet. Goeie actie over rechts. Velzel raakt het zijnet. Ruimte voor Jos Jonker. Johnny Medford. En heel langzaam drukt AZ Socio steeds verder terug op het eigen 16 meter gebied. Niegaard. Jonker. De opening naar rechts, maar wel breed. Kirsten Niegaard, ruimte. Johnny Medgod. 1-2. Kirsten Niegaard, Medgod vrij. En een schitterende goal van Johnny Medgod. Maar een voortreffelijke actie met Kirsten Niegaard. 1-1 hier in Alkmaar. Heel goed. Johnny Medgod geeft aan. Kirsten Niegaard laat de bal vallen. Geen sprake van het buitenspel. Ineens op de binnenkant van de voet. De keeper ziet er niet voortreffelijk uit. En het is 1-1 hier in Alkmaar. Na een kleine 20 minuten spelen. Johnny Medgod. Hij ging heel goed. Overkamp. Peters. Riesje van Meer vrij. Diep op de rechterkant. Medgod opnieuw. En weer houdt hij kort bij zich. Hij kan met de nauwe nood wel afgestopt. En dat zou je niet zeggen van zo'n lange speler. Hij kan zeer kort passeren. Jan Peters. Ze storen niet Sozio. Ze laten AZ komen. Pakken ze pas aan dicht op het eigen 16 meter gebied. Belzel. Niegaard. Niegaard doet Belzel. Een half mislukte bal van Koert. Maar weer zo'n voortreffelijke vallende bal. Korte afstand van Kirsten Niegaard. Koert Belzel mist maar net. Wissel bij AZ. Kees Kist komt in de wedstrijd. Hij vervangt Pier Tol, die kennelijk niet fit meer was. Hier mag AZ combineren. De muur
ligt rond het 16 meter gebied bij Socio. Het middenveld is absoluut voor AZ. Met pot. Kirsten Niegaard. Die kan een bal zo voortreffelijk laten vallen. En Dolf Jonker met het rechterbeen. 38 minuten gespeeld. En weer was de man die het spel inleidde. Kirsten Niegaard, daar komt weer. Zo'n vallende bal, nu met het rechterbeen. Koet Welzel, heel beheerst. Het lijkt op Hens. Jos Jonker in de hoek. En AZ leidt met 2-1. Jos Jonker is de man die nummer 1 zit schoot. Na 38 minuten. Poska. Sandona in de problemen opgesloten. Sandona. Sandona. Poska begaat overtreding. Niegaard. Oeh. En wordt net misgekopt door Hugo Hovenkamp. Komt hij weer aan. Kist. Bijsters. Oeh, wat een knal. Deze Ronald Wijsers. En weer naar zo'n lange vallende bal van Kirsten Niegaard. Revelli. Sanjini. Revelli. Normaal speelt hij rechtsbuiten. Moet noodgedwongen op het middenveld spelen. Revelli. In de rug gelopen door Jos Jonker. Vrije trap Socio. Even buiten het 16 meter gebied. Vrije trap Socio. Goed erin gespeeld. Stokira. Er is gevlacht voor buitenspel. Het was een voortreffelijke actie van Socio. Maar geen enkel twijfel. Draaien de bal. Op tijd is de verdediging weg. Stopira komt hem wel erg goed in. Sandona. Heeft Niegaard niet gezien. Kees Kist. Kist. 1-2 met Piet Welzel. Goeie redding met de rechterhand van Ruus. Voortreffelijke actie tussen Kist en Koet Welzel. Stobos langs zijn man heen. Wijsters, Richard van der Meer. Vallende bal op Peters. Ivezic, gevaarlijk gespeeld. Koet Welzel. Poska. Jan Peters met het linkerbeen. Uit een totaal ongevaarlijke situatie krijgt hij de bal ineens voor het linkerbeen. En hij scoort 3-1 voor AZ. Koet Welzel aan de achterlijn. Speelt de bal terug. Poska lijkt hem te pakken. Peters, de keeper, staat volkomen op het verkeerde been. Een onnodige goal, maar koelbloedig afgestraft door Jan Peters. AZ leidt hier met 3-1. En er moet hier een klein wonder gebeuren in Alkmaar. Willen de Fransen terugkomen? Kopbal op de hand van Richard van der Meer. Reina laat doorspelen. Reinea laat doorspelen. Het leek op Hens. Maar AZ heeft de aanval. Kist. Ruti. Wijsters. Sanjini. Bunnewa neemt over. Ivezic. Zaki Collin. Meijer. Collin. Sandona. Goed naar Meijer. Meijer alleen. Schot Meijer. En onder en die draait al door. Brengt Meijer de stand op 3-2. En wie had dat verwacht? Goeie actie over links. Meijer. Richard van der Meer aan de verkeerde kant. Snijding komt te laat. Eddie Treitel. De bal onder hem door. 3-2. Kirsten Niegaard. Geen beweging bij AZ. Maar minder bal in de ploeg houden. Zo weinig mogelijk risico nemen. Kort spelen.
Hugo Hovenkamp op snelheid. Achtervolgt door Djurkalic. Goeie draai. Stoetwelsel. Gemist. Meijer. Goeie beweging van deze Meijer opnieuw. Sandona. Goeie actie. Ronald Spelbos neemt geen enkel risico. Neemt ook Stopura mee. Hoekschop Socio. Hoekschop Djurkalic. 10 minuten voor tijd. 3-2 voor AZ. Gevaarlijk genomen. Kees Kist. Wijsters. Heeft het zeker niet slecht gedaan. En legt de bal heel goed weg. Ivezic. Sandona. Jan Peters. Vastgehouden door Sandona. Vrije trap AZ. Kirsten Niegaard. Waar is die vrije man? Peters. Johnny Medgod, zeer behoudend spelend in de tweede helft. Zeker het laatste half uur van de tweede helft. Hij neemt geen risico's meer, vindt heel goed. Reset van der Meer. Peters, tot zo. Goeie redding, Rust. Voortreffelijke actie. Peters. Nog 5 minuten. Vrije trap. AZ 67. Het leidt nog altijd met 3-2. Dat is niet comfortabel. Het is wel voldoende. Balletje een stukje terug. Kirsten Niegaard. En ook van deze afstand, zo'n meter of 15 buiten het 16 meter gebied, is hij best gevaarlijk. Kirsten Niegaard. En daar komt de bal. Bal naast de paal. Patrick Rugali. AZ wint met 3-2 van Socio. Het zit in de finale van de Europa Cup 3. Wie de tegenstander gaat worden, dat is hier op dit moment niet bekend. Het wordt of Cullen of Ipswich. Het heeft veel moeite gehad met Socio AZ.